Goedemorgen, mijn naam is Alice in het Veld van Tuin Optiek en Tuin Juwelier en Marlie en Verlies. En vanaf september voorzitter van de VOA. De VOA wil graag nog meer betekenen voor de grote bedrijven in ondernemend Alphen en vooral de toegevoegde waarde laten zien van de VOA. Zeker in deze bijzondere, bizarre tijd is het belangrijk dat we elkaar kunnen vinden, elkaar kunnen raadplegen om elkaar nog meer te kunnen versterken. De afgelopen tijd hebben we geen evenementen kunnen organiseren, maar toch willen we graag op dit moment de samenwerking met de grote bedrijven opzoeken. We hebben namelijk een heel mooi initiatief, een duurzaam initiatief. We willen graag uw medewerking vragen aan de Green Deal. De Green Deal is het initiatief van de Europese Commissie om de nodige transities op het gebied van energie, biodiversiteit en circulaire economie te realiseren. Met als leidraad de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het doel is om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. In Nederland is inmiddels de Dutch Sustainable Growth Coalition in het leven geroepen. Deze coalitie bestaat uit 8 CEO's van Nederlandse multinationals en staat onder leiding van Jan-Peter Balkenende en wordt gesteund door VNO-NCW. De coalitie pleit voor een duurzaam herstel van de COVID-19-crisis en is ervan overtuigd dat de Green Deal zal leiden tot een beter en duurzamer herstel van onze economie en maatschappij. Inmiddels hebben al 300 bedrijven de verklaring van de coalitie getekend. De VOA wil graag samen met de XL-leden de Green Deal ondertekenen en aanbieden aan het college van BMW. Voor 5 september komen we graag bij u langs voor officieel foto en tekenmoment. Natuurlijk op gepaste afstand en we nemen hiervoor nog telefonisch contact met u op.